Hoi en welkom bij weer een nieuwe video op mijn kanaal. Mijn naam is Belinda en vandaag spelen we weer Minecraft. Dit is waar we vorige keer zijn geëindigd. En laten we eerst de bomen even omhakken. Laten we daar even mee beginnen. Daarna gaan we... Wat gingen we ook weer doen? Water. We gingen kelp zoeken. En... God, hoe noemen we die? Zand. Moeten we hebben. Maar... Oh nee, wacht. We hadden natuurlijk de lava gevonden. We waren in eerste instantie op zoek naar lava. Tot ik erachter kwam dat er letterlijk lava... Bijna om de hoek, hoe noem je dat? Heel erg in de buurt lag. Er lag heel veel lava, heel erg in de buurt. Dus ik had niet echt hoeven zoeken down there. In de grotten. Ik ga eerst even slapen. Laten we daarmee beginnen. Zo. Dat kan gewoon vanaf boven, hè. Van vloep. Gewoon gelijk gaan slapen. Even kijken, even die dingen in mijn chest dumpen. Oké, ik wil graag mijn waterbucket. En mijn dingen heb ik al. Dankjewel voor alle saplings. Nou, there you go. Oké, maar we moeten wel even opletten, want, oh nee, niet hier in ieder geval. Ik wou zeggen, ik hoor nog wel lava, dus ik had een beetje het idee dat er nog lava onder zit. Maar ik ga even deze dingen hakken, want dat duurt natuurlijk wel 100 jaar. En dan kom ik weer bij jullie terug. Oké, ik heb er eindelijk 14. Dat heeft echt gewoon naar mijn idee een jaar geduurd. Maar ik zal het ook opeens bedenken, heb ik überhaupt al flint? Ik zal sowieso wel gravel hebben, gok ik. Lijkt me toch dat ik nog geen gravel heb. Maar ja, heb ik ook flint, is dan de vraag. Even boompjes planten. Aangezien de rest van mij is ook nog met dat witte spul moet, het witte hout. Even kijken hoor. Ja. Flint. En steel. Mag ik mijn obsidian terug, dankjewel. Die even weg. Die even daar. Flint en steel. Oké, portal. Ik had daar dat gat naar de verdoemenis. Laten we dan 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Zo. Laten we hier de portal maken. 1, 2, 4. 1, 2. Ik dacht heel even een seconde dat er een creeper naast me stond. Tada! Mijn portaal. Goed. Laten we weer weggaan bij die portaal. Jongens, ik heb nog geen bescherming, niks. Ik kan toch niet nu al naar de Nether? Nou, aan de andere kant, ik heb wel aardig wat iron. Zou ik anders gewoon een setje maken? Ik ga het gewoon nodig hebben. Laten we gewoon in de Nether gaan kijken. We halen, hoe heet dat spul? Soul Sand. En dan gaan we weer naar huis. Oké, wat voor Nether hebben we? We spannen op een boom. In de blauwe biome. Goed. Ik heb nog steeds geen kompas. Zou mijn kompas ook naar mijn portal wijzen? Want het is allemaal leuk en aardig. Maar als er iets is waar je de weg kwijtraakt, is het de Nether. Dus ja. Nee, het lijkt me niet zo'n heel strak plan dit allemaal. Ik weet nog steeds niet hoe een kompas maakt. Kompas! Shibblem. We hebben een kompas. Ik heb iets gedropt wat ik niet wilde droppen. Mijn flint is stil, geloof ik. Maar die kan ik zich wel missen. Oké, laten we eens gaan kijken. Waar wijst mijn kompas naar? Niet naar mijn bed in ieder geval. Waarom wijst mijn kompas niet naar mijn bed?
Waar gaat mijn kompas heen? Zou mijn kompas naar het allereerste spanpoint gaan? Dat zou wel naar zijn namelijk. Dan wil ik wel... Wacht, ik ga heel even iets uitproberen. Oké, zoals je kan zien, nu gaat hij wel naar mijn bed. Mijn bed staat hier. Wat heb ik gedaan? Ik ga het wel even heel eerder laten zien. Ik heb even de worldspan veranderd naar hier. Dat moet ik wel van onthouden, dus dat ik dat gedaan heb. Maar ik heb zoiets van... Dat kompas hoort toch gewoon naar mijn bed te wijzen. Als ik het fout heb, moeten jullie het ook zeggen hoor. Maar volgens mij hoort dat kompas naar mijn bed te wijzen. Ik bedoel, anders dan kan ik echt op geen enkele mogelijke manier weten hoe ik naar huis moet. Dan wordt het wel heel erg onmogelijk. Dus vandaar. Zo, het hele kompas flipt dan gelijk weer. Dat hele kompas flipt dan. Ik heb deze ook bij me. Dit vind ik gevaarlijk. Ik wil even wat van dat hout tot mijn ex stuk is. Ik vind dat het zo leuk hout. Hou die man. Oh, we hebben natuurlijk wel wat meer lek in de ladder. Dat maakt op zich niet zo heel veel uit. Ik vind dit hout gewoon echt mega leuk. Ik kon die update wel heel erg waarderen, die ladder update. Waarin ze dit hebben gedaan. Dit blokje nog. Oké. We moeten even goed onthouden waar die portal staat. Dit gaat ook helemaal fout. Ik wil alleen even wat soul sand, jongens. Oké, portal staat daar. Ik wil gewoon één blokje soul sand, oké? En daarna wil ik weer weg. Wat waren de coördinaten? Ik ga de coördinaten. Ik ga een foto maken van de coördinaten. F3. Ik ga een foto maken van de coördinaten. Ik ga dit niet. Oké. Ik heb een foto van de coördinator. Coördinaten. Laten we terug gaan. Ik ben zo bang dat ik hier de weg kwijtraak en dan wel dood moet eigenlijk om terug te gaan. Daar heb ik echt geen zin in. Oké, ik wil gewoon één blokje met soul sand. Daarna kan ik weer naar huis. Is dit veilig? Zeker niet. Ja, nee, dat is niet veilig trouwens. Dus ja, wat had je verwacht? Ik wil eigenlijk niet afwijken van een bepaalde route. Want ik wil eigenlijk gewoon in één weg terug kunnen dadelijk naar mijn dingen. Ik kan echt heel mijn beeldscherm niet zien. Dit is helemaal, helemaal naar. Zijn we bovenaan? Zoveel blokjes heb ik niet, denk ik. Ik denk niet dat ik zoveel blokjes heb om naar boven te gaan. Ho! Wat naar. Oké, op zich, ik heb die coördinaten. Dus ik denk dat ik gewoon even een beetje op avontuur moet gaan. Anders ga ik er ook echt niet komen. Een kasteel! En een kip. Of een varken. Oh nee. Help. Help, help. Zit hij achter me aan? Jongens. Oké, ik wil terug naar mijn portal. Waar is mijn portal? Hallo? Wacht, hier heb ik dat ding. Waar ik eerst heen wilde en toen weer. Kunnen we even kappen met al die geluiden? Hier is de gang naar mijn portal. Ik heb ook gewoon teruggevonden. Wat knap van mij. Oké, weet je? We gaan terug naar huis. Dat ding kan nog wel even wachten. Dat gang is zo. Hé, jou wil ik vooral niet aankijken. Niet hier in ieder geval. Oké, dat was weer genoeg nether voor vandaag. Dat gaan we even niet meer doen. Laten we dat even niet meer doen. Oké, we gaan gewoon heel braaf op zoek naar zand.
Laten we dat doen. Ik heb een schep bij me. Ik neem gewoon die andere schep ook mee. Heb ik genoeg eten? Nou, laat ik iets meer eten meenemen. Ik heb wel iets meer vertrouwen nu in mijn kompas. Dat is wel fijn. Laten we die dan opgaan. Want ik wil mijn huis even een beetje kunnen afmaken. Oh, laten we wel de kool meenemen. Daar kwamen we natuurlijk, nou niet van tekort, maar dat ging best wel hard natuurlijk door de steen. En dadelijk hebben we natuurlijk ook aardig wat glas nodig. Dus misschien is het wel handig om wat mee te nemen. Oh, ik zie in de verte, daar zie ik wat zand. Dus daar gaan we dadelijk even heen. Ik pak nog even dit kool mee. Nou, ook weer bijna een stek aan kool. Dus dat is ook wel heel chill. Kijk, daar zie ik zand. Laten we daarin gaan. Oh, sugarcane. Die ga ik ook meenemen. Hey, zand. Maar die sugarcane daar wil ik eigenlijk ook hebben. Oei. Oei, oh, het is nog erg goed ook. Zo. Van mij. Oké, door naar het zand. Zullen we de koeien hier een beetje killen? Ik bedoel, als ze hier lopen, kan ik ze toch niet meenemen verder. Ik had een ex, laat maar, ik ga dit niet eens doen. Ik had een ex mee moeten nemen. Want, nee, ik had het niet moeten breken in de nether, kan ook nog. Ik ga echt niet alles killen met een zwaard en 100 keer erachteraan lopen. Ik heb geen zin in. Kijk! Zand! Ik ga even zand hakken. Oké, okay, ik heb nu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 en een beetje. 7 en een beetje stacks aan zand. Dus we gaan weer terug richting huis. En dan gaan we het even in de oven gooien. Ik vertrouw mijn kompas. We gaan gewoon. Dat is ik nog niet. Zo. Zo. Plof. Ik ga klei meenemen. Dat ga ik doen. Hallo. Mag ik gewoon staan? Hoe klei. Nu wil je toch zijn. Geef mij de klei. Oké. Okay. Waarom wil mijn karakter niet gewoon zwemmen? Oh, wacht. We gaan wel een keertje klei halen als mijn ding iets... Hallo, zwemmen. Als mijn schep iets sneller is. Want dit duurt nog best wel lang eigenlijk in het water zo. Toch dat zwemmen een stuk sneller komen. En ja, ik doe mijn controle indruk, jongens. Geloof. Man zwemmen. Waar moeten we heen? Daar of daar? Nou, laten we even gewoon dit doen. Wat naar! Ik haat water! Kom op, rennen! Hup! Oké, ik ga even naar huis wandelen. Ik zie jullie daar alweer. Oké, we zijn weer thuis. Dus we gaan dat zand gaan we even in de, hoe heet dat ding, ovens doen. Zit nu niks in, dat scheelt weer. 1, 2, oh, verdorie. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Die daar. Die daar. Die daar. Dat is al lang geleden. Oh goed. Waarom is alles vol? Dat even hier. Zo. Oh, kompas wil ik terug. Deze wil ik ook even terug. Gaan slapen. Ik heb met die nacht echt zoiets van, dat gaat nog zo fout een keertje. Dat slaan we nog even over. Zo. Wat we natuurlijk wel alvast kunnen doen, is hier. Zo. Niet heel veel bijzonders, maar goed, maakt niet uit. Daar hebben we dus de portal. Oké, wat nu een beetje het idee is, hè. Hier hebben we dat mijn ding, hier hebben we de portal. Dus hier komt zeg maar even een kijk, 1, 2, 3, 4. Nee, dat kan niet. Oh, dat zou ik hier moeten doen. Hier komt even een muurtje dadelijk. Nou ja, oké, laat ik het zo zeggen. Hier komt glas, zodat het afgesloten is. Hier komt dan ook nog iets anders, ik weet niet wat. Hier komt dan... Oh, allemaal barrels over de hele ding. Hele muur.
Laat ik het zo noemen. Ja, hoe had ik dat in gedachten? Want ik heb glas. Als ik er allemaal barrels plaats, dan heeft dat glas helemaal geen nut. Dan zou ik alsnog twee blokjes naar beneden moeten gaan. Ben ik echt zo dom geweest? Of ik moet gewoon twee rijen met barrels doen, want ik heb al heel veel ruimte. En hier zou ik natuurlijk ook allemaal barrels hebben, want dat deed ik altijd. Deed ik hier en hier deed ik een barrel, deed ik hier glowstone en hier weer barrels. Dan kon je aan deze kant kon ik een item frame hangen en aan deze kant zo. En dan hier een item frame. Kan ik ook nog doen. Waarom ben je uit? Waar is jouw zand? Wordt er toch zand in gedaan of ligt het mij? Wat heb ik allemaal verkeerd gedaan? Laten we eerst even zo doen, want ik moet nog wel naar binnen en naar buiten kunnen daar. Ik moet wel een beetje uitkijken dat ik het niet verspil, want dit krijg ik natuurlijk weer niet terug. Torch is niet nodig. Kijk, zo en zo komen er dus twee rijen met glas op het huis. Ja, dat vind ik leuk. We moeten nu alleen even wachten op het glas. Dat vind ik minder. Want ik wilde, eigenlijk wilde ik die twee rijen met glas nog even doen voordat we afsluiten. Die torch. Kan die torch net zo goed uit mijn handen halen. Oké, ik ga gewoon even wachten totdat het zand allemaal klaar is en dan kom ik gewoon weer weg. Oké, deze furnace is nu een soort van op de helft. Dus die ga ik even legen. En deze ook. En deze ook. Kijk, we hebben nu al aardig wat blokjes. Ik ken nou even verder. Ik zit echt gewoon. Ik heb ondertussen de stream van Milan aangezet. Terwijl ik zit te wachten tot die ovens klaar zijn. Zo. Die. Klik. En dan dus nog hier. De weg naar binnen wordt uiteindelijk wel met een andere route. Want ik wil natuurlijk van binnenuit gewoon naar binnen kunnen. Maar, hallo? Maar ja, ik kan nu even niet anders. Dus voor nu hou ik hem wel even. Nou, hallo? Dit zat hier nog niet, of wel? Voor nu hou ik dus de ingang wel even daar. Maar dat is dus niet de bedoeling. Maar dit wordt dus zeg maar het idee dat je hier dus daar allemaal dingen krijgt. En dan komt, ik denk dan op de rij hierboven krijg je weer een dak als het ware. Daar zou ik wel eventueel mee kunnen beginnen. In de tijd dat we toch nog aan het wachten zijn. Heb ik nog witte boompjes? Hier. Kijk. Waar zijn we daar? Wat dus de bedoeling is. Is dat we hier. Hier krijgen we dan weer een rij met wit hout. Ik noem het gewoon even wit hout. Jongens, ik weet dat het niet. Ik weet dat het niet wit is. We houden het gewoon even op wit houden. Ga weg! Boom. Pak je om hoor. Serieus? Stop. Boom. Boom. Oké, verder gaan we even niet. Maar dit is dan de bedoeling, kijk. Gek van die blokjes die niet op een goede plek zitten. Ik zet ze er zelf neer, dat is nog het ergst. Nog meer? Nee. Maar dit is dus een beetje de bedoeling. Dat ze dus daar gaan komen. En dat dat dus het dak wordt. En dan komt hier dus zo'n trap naar boven. En dan wordt de ingang. En dan kan je dus vanaf hier kan je wel naar beneden kijken. En dan komt hierboven, komt gewoon waar nu mijn bed staat dus. Dat komt dus hierboven. Ja, ik vind het een cool idee. Maar als nou even dat glas opschiet, kunnen we door. Even kijken hoor. Oh, ik mis er één. Oh, nee. Gaan we het voor nu dan even bij laten. Ik ga dat zand ga ik wel heel even nu uit die ovens. Nou oké, dat moet zitten eigenlijk. We gaan het heel even hierbij laten voor nu. Dit is eventjes de progressie die we vandaag gemaakt hebben. Hier aan de zijkant komen dus alle chesten.
Dit gaat dan nog weg natuurlijk. En dit trapje gaat ook weg. Dan komt hier gewoon een trap in het midden. Gewoon zo naar boven. Dat is wat makkelijker. Maar ja, hier gaan we het even bij laten voor vandaag. Ik wil jullie heel erg bedanken voor het kijken naar deze video. Vond je het nou een leuke video? Doe dan zeker even een duimpje omhoog. En abonneer op mijn kanaal hier beneden. En dan zie ik jullie graag volgende week weer bij nieuwe video's. Doei!